Je bent de basis van eigen geluk en op die basis moet je je weg zien te vinden en tegenslagen overwinnen. En de kracht van een man of vrouw meet je ook aan de mate waarin ze weer op kunnen staan na een val. Ik ben Harry Norder, 56 jaar jong, zo voel ik me ook. Ik moet momenteel met alle aftrek van kost rondkomen van ongeveer 50 euro in de week. Maar de ene week is de andere niet. Het is altijd een beetje passen en meten. Het ene gat met het andere vullen. Maar op een gegeven moment ben ik heel creatief geworden. Ik mag misschien niet hardop zeggen, maar ik zeg het gewoon. Je krijgt in de derde week van de maand een factuur en aan het eind van de maand krijg je pas je uitkering. Je stelt de betalingen even uit, zo'n dag of 10 extra nog, zodat je de eerste aanmaning krijgt en dan betaal je. Dus dan heb je weer een beetje speelruimte. Dus zo overleef je hier een beetje. Dan ben je creatief boekhouder. Ik volgde technische opleidingen, eerst LTS en op een gegeven moment dacht ik ga bij de marine. Dat vond ik geweldig. Ik kon mijn hele leven erbij blijven. Er was een carrière voor mij in het verschiet. Ik kon met vervroegd pensioen. Alleen je was ook militair en je was puur een nummer. En er was ook haat en nijd, heel veel. En dat maakte mij diep ongelukkig. Ik ben heel lang doorgaan borduren op de techniek. Prachtige banen, meestal tijdelijk. En op een gegeven moment tijdelijke werkcontract. Gewoon simpelweg was afgelopen. En ik geen aansluiting meer vond. Geen nieuw werk meer kon vinden. Ik heb zo vaak gesolliciteerd, zoveel. Ik kreeg niet eens een uitnodiging. En dat was nieuw en dat was pijnlijk. En ik probeerde een oorzaak te vinden. En ja, toch het enige wat ik kan vinden, is ja, dat ik te oud ben. En ik durfde dat niet toe te geven. Ik dacht van, ja jongens, kom op. Ik bruis nog steeds van de energie. En ik ben intelligent genoeg. En ik kan zoveel. Ik kan ook veel niet. Maar ik kan alles leren. Nu voel ik het. Van ja, ik sta echt aan de zijlijn. Ik heb geen werk. Ik heb geen collega's. Sociale contacten nemen af. Ja, omdat ik niet overal aan mee kan doen. Ik huiver als iemand zegt van, goh, kom je ook op mijn verjaardag? Ik zat een tijdje op Facebook. Oude kennissen kwamen opeens boven water. Goh, Harry, leuk, kom eens op visite. Maar dan werd ik bang dat er aan mij gevraagd zou worden van, goh, wat doe je op het moment? En dan moet ik zeggen van, ja, ik heb geen werk. En dat is gewoon pijnlijk. Zonder dat ik zielig wil overkomen, merkte ik dat ik een beetje ja, depressief toch wel werd. Depressief is een groot woord hoor, maar toch heb ik wel eens momenten van, nou ja, wat heeft het leven voor zin eigenlijk zo? Ik wil niet achter de geraniums blijven. Ik heb ook een dochter, ik heb ouders nog en ja, ik heb mezelf ook. En ik kan nog zoveel, maar wat dan? Toen ben ik achter mijn bureau gaan zitten en gewoon maar met een papiertje en een pennetje dingen gaan opschrijven. Wat al mijn talenten zijn en ook me afgevraagd van, waar word ik nou blij van? Nou, en dat is toch een heel verhaal geworden. Maar ja, kan ik daar ook mijn geld mee verdienen? Nou, zo ben ik aan het borduren geslagen. En het is nu een heel gedegen bedrijfsplan geworden. En daar ga ik mee aan de slag. Mocht het niet lukken, ja, je moet altijd een tweede plan hebben, dan ga ik toch vrijwilligerswerk doen. Misschien dat ik me dan toch in de picture stel dat iemand het oppikt die zegt van, hé, ik heb toch een tijdelijke baan voor je. Zou kunnen. Daar heb ik weinig vertrouwen in. Maar ik probeer die tijd te overbruggen dat mijn dochter op eigen benen kan staan. Dat ik met een gerust hart kan zeggen van, oké, ik kan me wat meer terugtrekken. Dan zou ik naar het buitenland gaan. Ik zou weggaan hier. Waarom? Ik heb lang nagedacht. Ik ben een paar keer naar het buitenland gegaan. Ik heb gemerkt, in dat arme, maar ook rijke Zuid-Amerika, dat ik gelukkiger kan zijn daar met minder. Mensen lijken daar te leven met alles wat ze hebben. En dat zijn wij een beetje vergeten, denk ik.